Meneer Engel, u bent aangehouden voor opruiing. Huh? Maar mijn zaak is 30 maart. Goed, wij hebben nu opdracht gekregen van de recherche om je aan te houden. Wie zijn jullie? Kunnen jullie legitimeren? Ja, even legitimeren. Wij zijn van ik heb me net gelegitimeerd, ik ga nu een naam weer. Rustig, wat is dit? Ik zal het uitleggen. U bent aangehouden voor opruiing. Wij gaan u overbrengen naar bureau Marconiplein. Dan wordt u voorgeleid voor een hulpofficier van justitie. En dan heeft u ook recht op een advocaat. Heeft u zelf een advocaat, toevallig? Ja. Ja, gaan we op een bureau regelen? Gaan we een bureau regelen. Ja? Dus mijn... Ja. Hoezo, waarom moet het op zo'n manier eigenlijk? Ja, maar gelijk gaan zitten. Ja. Dat kan. Schat, oké, wat moet ik doen? Ja, even Jeroen bellen? Jeroen bellen natuurlijk. Rustig. Ja, jullie zijn wel echt een beetje agressief. Nee, ik bedoel, moet dat echt op zo'n manier? Wat is dit? Oké, welke politiebureau is het? Marconiplein in Rotterdam. Ik kom eraan. Ja? Hoi, lieve mensen. Dank jullie wel voor al jullie steunbetuigingen en mooie berichtjes. Het gaat relatief goed met mij, ondanks de isolatie. Ik ben veel aan het lezen en aan het denken. Dansen is er zelf te klein voor. Personeel is vriendelijk. Contact met medegevangenen is verboden tijdens de quarantaine. Want ik zit nu al 7 dagen in afzondering, in isolatie. Maar ondertussen wel steun in het eten en drinken dat zij doneren. Dus er is een grote saamhorigheid. De bewakers en gevangenen zijn heel vriendelijk. Iedereen snapt wat er eigenlijk aan de hand is. Wil je even legitimeren? Wat zei je? Wil je legitimeren? Ja, ik wil even wat u vragen. Ja? Ik ben bij deze aangehouden. Waarvoor? Overtreden van schorsende voorwaarden. Dat kan niet, dat heb ik niet gedaan. Bij deze? Ja. En u mag even aan die kant uitstappen. Oké. Okay. Yes? Ja. Dan gaan we daar even verder af. Kunnen jullie wel legitimeren? Kijk, deze doet zijn hand op zijn pistool, hè? Kan je dat filmen? In ieder geval niet de land verplicht, rechtadvocaat. Heb je gezien dat hij zijn hand op zijn pistool had? Ik weet niet of ik het erop had. Wordt zich geboeid? Ja. Wij willen jullie hier wel even leggen. Dit is wederom een overtreding van de politie. Ik heb het lijstje wordt aardig groot. Zet me niet. Dus het inzetten van handen. Nee. Heeft u nog iets van wapens of scherpe voorwerpen? Nee, natuurlijk niet. Nee? Nee. En kunnen jullie nog legitimeren? Want jullie nemen nu wel zomaar mee. Hi, lieve mensen. Hier even een bericht uit de penitentiaire inrichting uit Hoogvliet. Super, super fijn dat jullie zoveel berichtjes hebben gestuurd en briefkaarten. De postkamer kan het niet aan. Dus we hebben al een kleine overwinning geboekt. Het zijn echt duizenden berichten. En het afdelingshoofd die kwam vragen van hoe we dit moesten oplossen. Dus heel mooi dat jullie dat hebben gedaan. Ik geniet er ook heel erg van al die mooie, lieve berichten. De meeste medegedetineerden zijn hartstikke aardig voor me. Iedereen snapt wat er aan de hand is. Ik word als een held ontvangen. En ook de bewakers. De meeste zijn gewoon hartstikke wakker. Snap wat er aan de hand is. Zijn niet geprikt. Willen geen mondkapje dragen. Dus dat geeft de burger moed. En ook de agent die me heeft aangehouden op woensdag vorige week. Zijn laatste woorden waren... Hartstikke goed dat je dit doet en ik hoop dat je ermee doorgaat. En dat zijn ook eigenlijk mijn woorden tegenover jullie. Ik vind het hartstikke goed wat jullie doen en ik hoop dat jullie ermee doorgaan. Wij gaan er sowieso mee door. Dinsdag is de hoorzitting over de verlenging van het voorarrest. En woensdag is dan de rechtszaak van 10 oktober 2020. Miraculeus is het vonnis van de zaak van 21 juni opeens een maand opgeschoven. Dus we zien grote paniek bij het OM om deze zaak rond te krijgen. En onze inschatting is dat het niet lukt. Dat betekent niet dat ik direct vrijkom. Maar het betekent wel is dat we ze hebben waar we ze willen hebben. Dus wat ik van jullie vraag is blijf je uitspreken. Blijf in liefde. Dit gaat goed komen. Tot snel.